We zijn hier op het groot onderhoud van de Kaagbaan. Onderhoud aan de Kaagbaan is nodig om hem in goede conditie te houden, zodat we hem veilig kunnen gebruiken voor het vliegverkeer. In 9,5 week gaan we hier allerlei werkzaamheden uitvoeren. Je kan dan denken aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van asfalt, het repareren van riolering, het verwijderen en weer opnieuw aanleggen van lampen, het vernieuwen van kabels en leidingen. Een van de werkzaamheden is het ophogen van de grasvelden. Hiermee voorkomen we dat er water blijft staan. We doen niet alleen het groot onderhoud aan de Kaagbaan momenteel, maar we bundelen ook diverse andere projecten die hier in de omgeving van de Kaagbaan spelen. We zijn bezig met het groot onderhoud aan de Rijbaan Bravo, dat zien jullie achter mij. We zijn hier bezig met het maken van een nieuwe afrit die ook gebruikt kan worden als oversteek. Ja, die werkzaamheden bundelen we eigenlijk om te zorgen dat we het hinder voor de omgeving zo min mogelijk maken. Nu de Kaagbaan in onderhoud is, maken de vliegtuigen gebruik van andere banen, zoals de Aalsmeerbaan, Buitenveldenbaan en de Zwanenburgbaan. Schiphol vindt hergebruik van materialen heel erg belangrijk. Het asfalt wat we uit de baan verwijderen, gaan we weer hergebruiken terug in de baan. Ook de baanlampen knappen we op en brengen we weer terug in de baan. Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan gaan we ook nieuwe stroomkabels aanleggen langs de hele lengte van de baan. De luchthaven is heel erg hard op inzetten op de elektrificatie, alle voertuigen elektrisch. Nou, daar hebben we heel veel nieuwe laadpalen voor nodig en daar hebben we extra stroom voor nodig en daar zijn die nieuwe kabels voor. Wat ook leuk is om te vertellen is dat wij een uitkijktoren hebben gemaakt op P30. Deze hebben we gemaakt voor alle omwonenden, zodat zij een kijkje kunnen nemen naar onze werkzaamheden. We zijn met man en macht aan het werk om te zorgen dat we 25 april de baan weer in gebruik kunnen nemen.